Sergio Akinboto, ex-minister van Natuurlijke Hulpbronnen, is te allen tijden bereid voor het land te werken. Voor hem is belangrijk dat Suriname vooruitgang boekt. Akinboto onderkent dat het financieel slecht gaat in Suriname. Er zal volgens hem hard gewerkt moeten worden om de nodige financiële middelen bij elkaar te halen om het land verder te ontwikkelen. Akinboto doet daarom een voorstel aan zijn opvolger om de projecten die opgestart zijn op NH niet onnodig stop te zetten. Met de toekomst van Suriname in gedachten is Akinboto bereid zijn krachten te geven als de overheid dat vraagt. Ik ben altijd bereid en beschikbaar om voor het land te werken. Eerste instantie ben ik gekozen als parlementariër van Ekbrokopondo, dat zal mijn voornaamste taak nu zijn. Daarnaast heb ik ook wat projecten die ik zelf zal doen als consultant, daarom ben ik bezig. Maar daarnaast als wat projecten als ondersteuning naar de overheid doen, met name het gebied waar ik ervaring heb opgebouwd de afgelopen jaren, dan wil ik zeker wel een bijdrage leveren daarvoor. Dat maakt het niet uit in welke positie, betaald of onbetaald, dat maakt niet uit. Maar ik wil dan die bijdrage leveren als ik in staat ben om te doen. Saskia Walden, de nieuwe minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, haalde aan dat er een aantal zaken is dat direct aandacht behoeven. Zo zal zij ervoor zorgen dat het ondernemersklimaat in Suriname goed wordt en dat er sprake zal zijn van eerlijke concurrentie. We moeten eerlijke concurrentie hebben. We moeten in feite mogelijkheden die we voor één ondernemer creëren, moeten we ook aan een ander ondernemer beschikbaar hebben. Dus we gaan zo min mogelijk zaken hebben als de ene krijgt de US dollar voor 3 SED en de ander moet het maar voor 15 SED gaan kopen. Dus dat soort zaken maken, brengen onzekerheid in de economie. Dus er is een aantal aspecten. We willen rennen naar onze welvaart, tegelijkertijd zullen we gefaseerd onze economie weer in stabiel maken en dan groei. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Onze nieuwsdienst sprak haar gisteren kort voor haar beëdiging als nieuwe bewindsvrouw in het kabinet Santokki-Brunswijk.